Dit is onze machine, de Weedbuster. De Weedbuster heeft een veld dat is opgesplitst in 36 verschillende hokken. Dit is om de camera perfect te gebruiken. Eerst kijkt hij waar staat het onkruid en waar staat de plant. Als al het onkruid is verwijderd uit een gebied, gaat hij naar het volgende gebied, waar hij dezelfde testen opnieuw doet. Waar staat het onkruid? Waar staat de plant? En verwijdert hij opnieuw het onkruid. Aangezien dit ook nog steeds een prototype is, zijn er nog altijd mankementen. Zoals je hier kan zien, draait de boor soms niet altijd volledig door. Dit blijft zich voort afspelen tot het volledige veld is bekeken en is verwijderd van onkruid. Een ander mankement is dat hij soms de plant als onkruid ziet, waardoor hij soms ook de plant juist wegdoet. Dit is echter een heel kleine kans.